Ja hoor, wie hebben we daar? Ja hoor, dames en heren, het is weer zover. We gaan vandaag weer vissen met enige echte de one and only Meta van der Schee. Hey. Hey. Moeders. Moeders weer mee naar de waterkant. Ja, we gaan lekker vissen. Dus, waar ga je op vissen? Ja, karperen natuurlijk. Karpers. Ja. We hebben er zin in. We gaan de hengeltje uitgooien, bekend watertje. Moeders roet. Hoe ver je vandaan weer opgegroeid? Heel dichtbij. De wind voelt goed. Dus het mijn eerste 30 hier, hè? Wiets eerste 30. Nostalgisch. Toen waren jullie nog zo klein toen jullie hier nog gingen vangen. Ja. Dus, lekker. We gaan die outside pakken. Knallen. Ja, terwijl Chit en ik lekker onze tentjes aan het opbouwen zijn, is de ene iemand echt super goed bezig. Dat is de baas van de familie. Wat ga je maken? Poffertjes. Kijk, dat is toch echt genieten. Ja, dat denk ik wel. Dat eten wij niet vaak, hè, tijdens vissen. Per jaar eten wij heerlijk langs de waterkant. En hoef je niet eens zelf te koken. En dat was moeders. Beter wordt het niet. Moeders? Beter wordt het zeker. Toppert. Nou, de mannen die zijn ondertussen onderlijntjes aan het knopen. Dus dat moet ook gebeuren. Ja, ja jongens. Ziet er weer picobello haarfijn uit. De eerste is alweer ready to go. En bij Wiets ziet het er ook goed. Bij mij ook. Ik heb XXL tijgers gemixt met boekweit en zwarte tijgernoten. En als je 2 seconden hebt, is dit mijn onderlijntje waar ik mee ga vissen. Pop-up tijgernootje en een XXL tijgernoot. Werkt altijd goed. Bakje vullen met deze jongens. En dan mijn andere hengel ga ik met bollen voeren. De boot wordt mijn harryboot. Tijgernoot kopen.nl. Dus we gaan de voerbut eens volgooien en dan kunnen we gaan varen. Bootje zit vol. Lekker gevuld met de mixen, zoals ik ze net benoemde. We gaan lekker uitvaren naar de overkant. En dicht tegen het rietkantje vang je altijd vis. We gaan ervoor. En waarom vis je tegen het riet aan iets? Ja, omdat daar trekt die vis van nature langs. Het is toch altijd met je beestjes en zo bij het riet. Beestjes en zo. Kars voelen zich te veilig. Ja, kijk eens. Vandaar dat het gewoon altijd vangt. Dus we gaan het zien. Lekker. Een beetje een slechte sessie. Daar zit hij. Jongens, dit is toch wel genieten 2.0. Het is veel beter weer dan we hadden gedacht. Het zou gaan regenen. We zitten hier gewoon lekker zonder shirt. Zonder jas. Zonder shirt. En poffertje erbij. Van de poffertjesbaas. Ja, heerlijk. Doe even een duimpje omhoog voor de poffertjesbaas. Ja jongens, mijn eerste hengeltje kan er ook in, zoals je ziet. Het voerbootje. Ik ga vandaag eens checken. Dat is een voerboot, dat klopt. Dat klopt, hij is gevuld. Ik ga vissen met namelijk, pak bijna de verkeerde. En jawel, zwarte tijgernoot. Doe is even helemaal gek. Je bent op zwarte dingen vandaag. Je bent op zwarte dingen vandaag. Ik ben op hele zwarte dingen vandaag. Dat klinkt best fout. Heb je wel het verkeerds gedaan? Nee, dat niet mag? Niet, zeker niet. Maar verder, ik ga ook onder de kant vissen. Dat heb ik hier ook nog nooit gedaan. Dus dat wordt een brank. Dat wordt een brank. Tip van moeders. Ik denk dat het een brank tip is. Als die hengel gaat, dan is die. Dat gaat lukken. Als die hengel gaat, is die ook gewoon voor moeders. Onder het kantje, zwarte tijgers. Korte drill. Korte drill. Zo, ik weet niet wat er hier gebeurt. We gaan helemaal even naar Frankrijk of zo. Nou, voor mij mogen ze. Voor mij. Ga maar. Hup, hup. Zwaai eens even uit! Dag. Zwaaien! Alle nacht en dag! Zo dan! Dag. Niet normaal, ouwe! We zijn hier wel een paar honderd. Yes, yes, daar loop ik met mijn zakkie. De bootworm houdboots. En we hier neergerecht. Dat is mooi even voeren. Als je goed gaat zien op de film. Daar is hij. Mooi voer. Jezus. Hoi kort. Maar dit is in ieder geval een opening van een soort van poldervaart. Wat een beetje naar dit grote meer rijdt. Grote meer valt mee, maar het is het water. Dus mooi een ingang, trekroute van vis. Terwijl je er veel gevangen. Dus hier lekker voeren. En dan moet er toch wel een runnetje vanaf komen. Ik denk dat het goed komt. Ja. Vertel jij maar eens wat jij van plan bent. Ja jongens, het is tijd om het tweede hengeltje in te varen. Ik ga in te varen? Ja. Is dat een werkwoord? Dat is een werkwoord. Oké. Okay. Ik ga varen naar de overkant. Je ziet daar een mooi uitstekend stukje riet. Ik weet niet of de camera ziet, nee. maar we hebben het wel. En dat wordt het stekje. Omdat het daar uitsteekt, is een klein hotspotje. En het is gaat voeren mooi, met? Mooi erkenningspunt. Denk je dat je het straks nog ziet? Dat zie je s'nachts gewoon. Met die hoofdlamp zie je dat gewoon. Ik ga voeren met mijn favoriete bol van 2023. De Halibut Bloedworm Boli. De jongen waar ik ook die 26 kilo op heb gevangen in Frankrijk. 5? 6?
25 was 26. Toch? 26. Nou, kijk de video maar na. Maar, man, wat is dit? Moet even een appie eten. Ja, proef hem even. Wat de boer niet lust. Ik denk dat het een tijgernootcrush is. Nee, dat is de bloedworm Halibut. Het scheelt niet veel, maar we gaan er eens even uitvaren. Ja. Wat denkt u nou een mooi plekje aan de overkant? Nou, gewoon recht voor je uit. Ja, dat is iets al. Maar zo denkt de karper niet. Nee. Ik zou hem lekker hier dichtbij leggen. Dus lekker, dan heb je hem lekker gauw binnen. Dus, ja. Nou, we gaan erop. Gas erop. Je bent nooit bang, hè? Goed zo. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. De mannen zitten net even met werkoverleg. Precies, hoe goed gaat met het vissen en wat ze allemaal te doen. Zakelijk, en met de poffertjes gaat het ook goed. We zijn inmiddels aan de tweede pak begonnen. En smaakt het nog een beetje? Heerlijk. Goed zo. Dat is echt, nog genieten we het alweer. Het hoogtepunt van de sessie. Nou, ik hoop het niet. Als ik geeft het voor mij niks. Als het gaat regenen, geeft het niet. Nee, we gaan voor vis. Voor grote bakken. En toch nog wel een prachtig mooie luchtje. Ja, je verwacht het niet. Want het zou eigenlijk slecht weer worden. En daar zijn nog een beetje van die ganzen. Die moeten eigenlijk weg, anders dan kunnen we niet slapen vannacht. Lekker bezig. En ik hoor nog geen piepen. Nee, hoe kan dat nou, hè? We zijn hier toch wel eventjes. Ja, die zoons van jou, altijd maar stoer doen over dit, dat. Karpen, vissers, YouTube kanaal. Maar iets. Van helemaal niks. Ik ken helemaal niet vissen, joh. En wat doe je er nou allemaal op, Jit? Ja, jongens, je kan geen poffertjes eten zonder een lekker vers roomboterje van de boer. Van de boer? Van de boer? Welke boer? Van Corrie. Uit Maasland. Nee, joh. Uit het woud. Wie kent het niet? En wat nog meer? En een lekker flinke laag ongezonde poederzaken van Geelse. Geen reclame, hè? Piep. Onze duimpje omhoog. Het is wel lekker, hè? Gaan jullie eens gauw weg. Het is zo bedtijd en dan wil ik geen last van ganzen hebben. Wegwezen. Hup, hup. Goedenavond, luisteraars. Je voelt je net een radio-dj, hè? Goedenavond, jongens en meisjes, dames en heren. Een duimpje even omhoog. Voor? Voor DW Fishing Team. Jongens? Zo, ondertussen is het een beetje aan het schemeren. Ja, dat is een beetje. De poffjes zijn nog steeds niet opgebakken. Moeders? Ja, we zijn er klaar mee. Was wel lekker. Ja, toch? Zeker. Moeders nog even. Duimpje voor de poffertjes vast. Even het pak opmaken. En nou nog een duimpje voor de... En ondertussen de nieuwste shelter van Fox. Camouflageker. Camouflage. Ja, dit zijn ze. Stokken, je past er eigenlijk niet met een stretcher in. Dus hoe ga jij slapen? Nou, gewoon op een matje in de slaapzak. In mijn echte kampeerder, hè? Mijn lievelingsslaapzak, ja. Goed zo. Netjes. Lekker, hè? Nou, goedenavond, dames en heren. Die mag mee, hè? We hebben hier twee mannen, die zijn van de feestverlichting. Ja, helemaal vet. Zoveel bier. En kijk, hoe leuk. We hebben een hele leuke lampion, dit. Ja, echt fantastisch. En dan moet jij raden als kijker zijn, wie deed het dan? Van dit wel voor mij. Het zijn loopt er eentje leeg. Ja. Van dit voor mij. Ja. A, ja. We kunnen hier wel weer fietsen of B, chitten. Bol, moeders. Ja, hé, zo. Je geeft licht. Zo hard ben je aan het lachen. Oh, sorry. Nee, dat is goed. Vertel eens even de situatie. Ik heb eventjes mijn capuchon op voor de muggen. Dus, het is gezellig. We zitten net al allerlei verhalen over vissen, avonturen van de jongens te vertellen en op te halen. En de sfeer is top. Oh, mooi. Duimpje omhoog als je Ja. Nog eentje, hè. Ja. Niet normaal, ze blijven gaan met die duimpjes. Ja. Er zit de andere ik baas. Ik heb nog nooit zo gezegd bij het vis gezeten. Onder de kerstverlichting. Ja. Dus nee, dat is gewoon een sfeerverlichting. Gewoon een lampionnetje. Desalniettemin gaan we wel zo slapen. We gokken op dat we allebei een vis gaan vangen. Ik ga voor een uitzetspiegel. Dat heb ik nog niet zoveel van. Uitzetspiegel. Ben je met je uitzet bezig, Lisa? Ik ben met mijn uitzet bezig. Dat ook. Mijn eigen huis gekocht. Ja, dat ook. En Chit gaat voor een klein schupje. Ja. Of een giebel. En een giebel. En een spiegeltje dus bij deze zou ik een mug op mijn knararm.
alvast. En tot zo, misschien over een uurtje kan die al beter. Wat moeten ze niet vergeten, man? Duimpje omhoog en ik ga voor de spiegel. Ah, daar lopen we lekker op de padslippertjes. En dat kan natuurlijk maar één ding betekenen. Was wel van een aardse fluiter. Die ging wel van. André? Ik denk dat hij nog steeds moe is. Niet normaal. Zo. Maar ik ga eens even kijken waar moeders, moeders blijft. Dat ziet er toch uit als een knolletje of iets. Nee, nu. Omhoog. Ja. Niet te hoog. Ja, ja hoor. Hey. Kijk eens even, hey. Echte kassa. Hey. Tik hem aan. Yes, dames en heren. Het is de eerste. Harder run. Duw even voordat ik mijn schoen aan had. Ja, en, zo. Mijn instappen vergeten. Maar sterke vis. Hey, ja, is toch mooi. Ik was net slapen, maar zo wel moe allemaal. Ja. Op de XXL-tijgenoot met de pop-up tijgenoot erbovenop. En ik ga hem zo weer uitvaren. Zijn we alweer terug. Fotootje. Ja. Wat dan? Nou, dan gaan wij weer slapen. Krijgt hij nog een kusje? Nee, nog niet. Oké. Nee. Tot zo. Kijk eens. Zo, doe die oogjes open. Ben je fris? Ja, ik lag net. Toen ging die alweer. Ja. Staat hij weer, Sjaak. Een uurtje verder. Een uurtje is een hoop gebeurd. Ja, wat gebeurde er net? Ja, er kwam politie langs. En waarom? Of we de vis pas hadden. Die hadden we. En wat stond er achter onze tent? Ja, auto's, dat mocht niet. Maar we kregen geen boete, dus dat is helemaal gegund. Ja, ergens weet je het wel, maar... Ja, ik denk, het komt wel goed. Gokje nemen. Ze hebben wel gelijk. Ik mag niet met uit op het fietspad. Dus, maar ik ga deze knolhaal eerst even scheppen. Zo maar doen. Dan ga ik mijn nest in. Morgen een festival, dus ik denk dat ik niet terug. Waar ga je naartoe? Naar Mystery Head. Ga je daar ook vissen? Fruitjes? Nee. Oké. Ik ben nu al moe. Moet niet morgen ook. Dus dat is hem dan. Jij hem dan net. Wederom op de XXL tijgenoot. Met de pop-up erop. En snelle foto, dan gaan we terug. Mooi visje. Terug in de mand. Ja dan. Yes. Zo, een goede morgen. Deze morgen. Het is lekker zonnig. Je ziet het, het is 9:10. We gaan eens kijken of ze al wakker zijn. Weer. Hey wat. Morgen. En de volgende. Kamperen. Wie hebben we hier? Volgende. Hey, heb je geslapen? Nou ja, nou. Niet zo. Dat is schijnbaar heel hard geregend vannacht. 50-50. Ik heb alleen niks door gehad. Nee, nou hoor. Kijk, mijn tent. Het is wel helemaal vol met water. Ik heb het net even afgegooid. Dat is bizar. Maar, ik heb ook mijn linkerhengel, die daar in die zijde zit, die is ook afgegaan. Maar die is groot los. Om een uurtje 5. Zijn honden uitgehouden en weer gaan slapen. Dus dat is jammer. Het zit er geen runs. En ja, zoals ik zei, bijna 9:00. Dus ik ga rustig opruimen. Dan gaan we wat van de dag maken. Goedemorgen ook van mijn kant. Nou, ik werd wakker van een lekker zonnetje in mijn tent. En deze strijder die was er al 2 keer uit. Die was al helemaal verrot voordat hij echt ging slapen. Ik had er nog één verspild vannacht. Dan had jij niet door. Oh. Dus 2 gevangen, 1 gespeeld. Oh. Top, prima. Maar het was wel hartstikke leuk. Dus het zonnetje schijnt en weet ze iemand zo wel weer opgeruimd. Maar we zijn inmiddels met de koffie bezig. Yes. Dit is natuurlijk helemaal fantastisch. Een lekker pantostietje. Altijd goed. Een lekker bakkie van moeders. Altijd goed. Morgen. Een goed gezellige wietsen. Ja. In de morgen. Altijd goed. En een zonnetje, hè? En natuurlijk een heerlijk zonnetje. Wat is dat? Helemaal goud. Zit alweer in de altijd goed. Je bent net een vakantieganger. Ja. Ik lag zo lekker in mijn tentje. Dat was gewoon echt weer het ultieme kampeergevoel. Mooi. Ik heb geloof ik niet geslapen, maar het was wel heerlijk. Ik wil een cijfer horen. Lekker sausie ook? Ja, dat is wel lekker. Ja, dat is lekker, hè? Nou, een 8. Zeker. Het is echt niet heel gezond, dus zo. Nee, dat niet. Nou, lekker. Lekker warm. Mooi.
Een 8, daar ben ik helemaal tevreden mee. Ondertussen even wietsen ons verlaten. En zitten wij nog even lekker van deze... Waar zit hij? Daar, zonnetje te genieten. En daarna gaan we ook maar eens een keertje opruimen, denk ik. Op! Wat heb je daar? Ja, hij is wel afgegaan, maar ik heb niks gehoord. Nou, mogen meneer lekker aan het lopen? Mooi, succes hé. Mooi. Zo jongens, de hengeltjes worden ingedraaid. Weet je wat dat betekent? Einde van de sessie. Helaas, onderlijn, hij ziet er eigenlijk nog keurig uit. Dus er is ook niks geks gebeurd. Hij is gewoon niet afgegaan. En dat heb je ook al eens. Gelukkig heb fietsen. Even laten zien hoe het moest. Ach, voelt die jongen zich ook weer eens een keertje goed. Voelt hij wel een keertje meer, want het is mij gebeurt niet zo vaak. Maar dit is dus ook het einde van de video. Vond je de video nou leuk? Wat doen we dan? Een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. We zijn de volgende week dinsdag weer om 3:30. Tot dan. Waarschijnlijk Frankrijk video van Wietse. Dus abonneer om dat niet te missen.